90, 1900ste van een seconde langzamer dan de steer bij uitstek, Geir Karlstad. Ongelooflijk. Over Noorwegen gesproken, Johan Olaf Kos start in het derde paar. Man van 20 jaar, een redelijke 5 kilometer gisteren. Met 7:16:02 was daarmee negende. Tegen de 21-jarige Nederlander Gerard Kemkers. Met een zwakke 500 in de benen, 39:71 gisteren. Daar werd hij 19e mee. Maar een hele goede 5 kilometer deze Gerard met 7:09:41. Net buiten de prijzen viel hij gisteren. Staat op de vierde plaats en ja, wil eigenlijk dit jaar weer eens een goede 1500 meter rijden. Heeft er één goede gereden, 1:56:86 in Davos. Maar dat was de enige eigenlijk dit seizoen. Goed weg, beide. En het grote probleem van Kemkers op die 1500 meter is het ritme. Hij wil te snel. Benut dan het glijvermogen niet optimaal. Is te gehaast en hij twijfelt daarover. Buitenbaan Kemkers. Kos komt er onderdoor. Binnen. Die rijdt langer. U ziet het. Een langere slag voor de Noor. Opening voor Kos. 26-1. 26-5 voor Kemkers. 1/10 sneller is Gerard Kemkers hier dan Karlstad. Moet aanklampen nu bij de Noor. Kost die het zeker niet slecht doet. 7 in het algemeen klassement nu. En daar is Kemkers, of liever gezegd, er is Kemkers niet in die binnenbaan. Probleem op die 1500 meter lijkt zich voor te zetten hier voor de Nederlander. Kos 700 meter, 56-1, keurig rondje 30 rond. 57-1 voor Kemkers. Zelfde tijd trouwens als Karlstad. Achterlangs kruisend Gerard Kemkers. Niet gunstig. Kom op Gerard. Buitenbaan met achterstand. Kos gaat goed door. Heeft problemen nu. Arm fladdert wat langs het lijf. Grote voorsprong. 30, 40 meter. Kos hier op 1100. 1:27:0. Rondje 30-9. En 31,5 voor Kemkers. Met wie het niet goed gaat. 1:28:6. 1/14 van een seconde sneller dan Karlstad. Deze Gerard Kemkers. Maar Kos gaat hier op de rit tegenaf. Als hij tenminste gang blijft houden in die laatste bocht. Het fijne is eraf. Dat zien we duidelijk. Komt Gerard Kemkers nog terug? Nee, dat komt hij niet. Heel duidelijk te zien nu. Kos hier op weg naar de snelste tijd tot nu toe. Of niet. Kan hij onder de 2 minuten blijven? Net niet. 2:00:48. Laatste ronde is zwak zo te zien. 23-4, 33-4. En de tweede tijd voor Gerard Kemkers 2:01:70 met een goede ronde 33-1. Tweede tijd dus voor Gerard Kemkers, sneller dan Karlstad. Dat hij problemen heeft is te zien. Kos was hem voor, maar ik denk toch niet slecht voor Gerard. Op dit moment tweede na 3 afstanden. Klassement 123-2:17 voor Gerard Kemkers. En 123.332 voor Johan Olaf Kos, deze man. En daar is Leo Visser met Ab Krook even in de beeld. Leo die in rit nummer 6 zal moeten starten tegen Michael Spielman. Maar wij zijn voorlopig toe aan rit nummer 4 in dit tot dusver zeer, zeer, zeer verrassend verlopende evenement op de 1500 meter. Met de snelste tijd voor Johan Olaf Kos, de tweede tijd voor Gerard Kemkes en de derde tijd voor Geir Karlstad. En nu dus al de zilveren medaillewinnaar op deze afstand van Calgary, Eric Flame. Niet op het ereschavot van deze WK 1500 meter.